Na de pracht, de praal en zeker ook het protest van Prinsjesdag presenteerde scheidend minister van Financiën Sigrid Kaag dinsdag wat waarschijnlijk haar laatste miljoenennota zal zijn. De Rijksbegroting voor 2024 is er een waarin het demissionaire kabinet alle huidige beleidsafspraken gewoon doorzet. Het is ongelooflijk zorgwekkend. Wat je ziet is dat al die plannen van het kabinet over klimaat en over immigratie en over de euro en de oorlog in Oekraïne, dat kost allemaal verschrikkelijk veel geld. Ja, dat moet ergens vandaan komen. Dus overal worden werkende Nederlanders nog meer geplukt. Goedemorgen. En dat is natuurlijk diep triest voor het land. Ook in 2024 geeft het kabinet weer veel meer uit dan er binnenkomt. Naar verwachting zo'n 30,7 miljard euro. Ruim 7,5% boven begroting. En gaat er 2,3 miljard naar stikstof en ruim 6,1 miljard naar het klimaat. Veel lastenverlichting bevat het koffertje van minister Kaag niet. Alleen voor de lage inkomens komt er wat hulp. De huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog. En er komt iets meer arbeidskorting. Een pakket van in totaal 2 miljard aan maatregelen. We moeten er gewoon voor zorgen dat mensen niet in armoede terechtkomen. Dus we moeten niet gaan zeggen, oh, we hebben 2 miljard voor armoede. Kijk eens, we helpen Nederland, wat prima is. Maar het moet helemaal niet gebeuren. We moeten een beleid hebben dat mensen gewoon hun rekeningen kunnen betalen. Of mensen met een laag inkomen ook wat gaan merken van de maatregelen is nog maar de vraag. Want eind dit jaar stopt hun energietoeslag van 1300 euro... en loopt ook de eenmalige verhoging van de zorgtoeslag af. Het kabinet haalt het geld voor de steun aan de lage inkomens op bij de hogere inkomens en de gepensioneerden. De middeninkomens krijgen niks en mogen net als alle andere Nederlanders een hogere prijs aan de pomp afrekenen. Want het kabinet verhoogt per 1 januari aanstaande de prijs van een liter benzine met 21 cent. Ab, je bent onze financieel expert en het kabinet is demissionair, maar presenteert toch een begroting. Is dat goed? Moeten ze nou eigenlijk op de winkel passen? Of zijn deze maatregelen ook keihard nodig op dit moment? Nou, ten eerste moeten ze op de winkel passen. Dat is hun taak. En alle maatregelen die ze nu nemen, ja, ik begrijp wel, als steeds meer mensen in armoede raken, dat je wel maatregelen moet nemen. En wat ik zie is dat dit kabinet geen drastische maatregelen neemt, maar wel aan het fine-tunen is. Dus dat vind ik op zich wel positief. De vraag is natuurlijk wel, dat werd ook in dat filmpje gesteld, die 2 miljard moet ergens vandaan komen. Feitelijk is 2 miljard op die complete begroting natuurlijk klein bier. En de discussie die nu gaat is, waar komt dat geld vandaan en waar het heen gaat is helder. En die discussie wordt nu gevoerd. Kun je het antwoord dan geven op de vraag, waar wordt het geld weggehaald? Wordt het meer uitgegeven dan dat er binnenkomt? Wie moet het gaan betalen? Nou, middeninkomens gaan dat met name betalen, hoge inkomens ook. En je ziet wat dat betreft dat we in Nederland de kip met de gouden eieren aan slag te zijn. Dat zijn die middeninkomens en dus ook het MKB. Want het MKB gaat ook bloeden voor dit hele kabinet. Of eigenlijk bloeden om alles rond te krijgen financieel. En nogmaals, die 2 miljard is veel te weinig voor die groep. En er is geld genoeg. Heel kort, we geven 3 miljard geven uit aan de oorlog in de Oekraïne. We hebben 8 miljard gaat naar asiel. We hebben een totaalpot van 28 miljard aan klimaat. Dus we hebben een pot van 39 miljard waar we echt iets mee kunnen. Ja, wacht even, maar als ik iets over mag zeggen. Lucas, we zagen in het filmpje bijvoorbeeld die accijns, dat het weer de brandstofprijs weer gaat stijgen. Maar dan kom je op de vraag goedkoop versus duurkoop. Want wat gaat er gebeuren? Mensen gaan tanken in België, mensen gaan tanken in Duitsland. En als je daar dan toch bent, oh, we pakken meteen even de boodschappen mee, want er zijn ook ietsjes goedkoper. Dus wat moet het kabinet doen volgens jou met die brandstofprijzen? Ja, gewoon niet aankomen, want het is goedkoop is duurkoop. Want wat gaan ze doen? Mensen gaan ook andere uitgaven gaan ze uitsmeren, gaan ze in het buitenland doen. Nou, dan krijg je ook geen btw-inkomsten over. Dus het is weer korte termijn. Mijn visie hierop. Rechtse partijen die willen nu die accijnsverhoging weer afschaffen. Linkse partijen roepen juist dat het OV-kaartje weer een stuk goedkoper moet. Vind ik wat in zit, inderdaad een heel goed punt. Maar pak dat dan ook uit dat duurzaamheidsverhaal. Want wat we dus zien in Nederland, dat enerzijds, we moeten allemaal met het OV, want auto's zijn evil, want stoten CO2 uit. Bottom line is, zowel de files en de wegen zijn niet opberekend, als het OV is al helemaal niet opberekend met al die personeelstekorten bij de NS. Nou, wat zie je? Ga dus van dat groene geleuter, hè, al die duurzaamheidsverhaal, subsidie, daar zit zoveel geld in. Steek dat nou eens in het OV, ook in regionaal OV. Ook dat het buitengebied goed bereikbaar is. Ook voor mensen die veel van OV afhankelijk zijn. Ja, dat de sociale cohesie ook in stand blijft. Dat ook het buitengebied goed blijft aangesloten bij de rest van de samenleving. Dus daar zou ik het geld dan voor willen inzetten. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.